Hallo, ik ben Ellen en in de serie Beginners gaan we vandaag hebben over gemakkelijke, snelle achtergrondjes maken voor een snailmail of een art journal of voor een mixed media dingen. Ik heb dit papier gepakt. Dit is echt water aquarelpapier, 185 gram. Die heb ik in tweeën gedaan en dan kreeg ik dit formaatje. En ik ga het gemakkelijk houden, dus ik ga alleen een stencil gebruiken en een borsteltje. Dit zijn borsteltjes van de Action, dus eigenlijk een make-up borsteltje. Volgens mij voor drie van die borsteltjes betaal je 3 euro nog iets. Dus dat is te doen. Ik begin met Distress inkjes, daar ga ik een verloop bij maken. Ik heb lekker drukke kleurtjes gekozen, zodat je niet zo'n heel gemakkelijk verloop krijgt. En dat is ook de bedoeling. Dus ik begin altijd met de lichtste kleur. Dat het gemakkelijkste is om dadelijk met je borsteltje een andere kleur te laten overlopen. En zonder al te veel druk uit te oefenen, maak je met cirkelbewegingen een eerste laagje. Je kunt elke soort inkt gebruiken die je wil, hoeft niet per se distress inkt te zijn. Maar ik vind distress inkt echt gewoon heel erg fijn werken. Dan ga je een beetje naar binnen toe en als je naar binnen gaat, dan wordt die lichter. Dus aan de rand hou je hem donker en een beetje naar binnen hou je hem lichter. Geel. Dan pak ik oranje. Voor de mensen die het willen weten, dit is Fossilized Amber. Carved Pumpkin. Oranje. Je gaat eigenlijk als het ware een kleurverloop opbouwen. Een soort regenboog, maar dan met kleurtjes die eigenlijk niet achter elkaar horen. Je kunt het zo licht of zo donker maken als je het zelf wil. Er zijn ook van die speciale borsteltjes voor deze. Maar ik heb fibromyalgie, een vorm van reuma in mijn handen. En daardoor doen die borsteltjes dit is gewoon veel gemakkelijker vasthouden. Je kunt meer druk oefenen dan met zo'n andere. Dan met de borsteltjes die er eigenlijk voor gemaakt zijn. Plus je hebt voor iedere kleur zo'n ander pad nodig. En dat heb je nou niet, want ik gebruik gewoon dit borsteltje. Voor mijn verschillende kleuren. Candied Apple. Dat is een soort rood. Je hoeft hier dus ook niks voor te kunnen. Iedereen kan het. Alleen moet je opletten dat je niet met je vingers overal aanzet. En het kleurverloop is ook heel mooi. Kun je dat zien? Beetje licht naar deze kant toe. Ja. Een veke borsteltje even over een doekje. Om de ergste inkt eraf te krijgen. Dan gaan we door met blauw. Blueprint Sketch. Beestje kan maar een naam hebben. En sowieso als je met het blauw over het rood gaat, dan wordt het al paars. Dus eigenlijk heb ik stiekem toch nog kleuren gekozen die wel bij elkaar passen. Moet ik ook eerlijk zeggen dat de kleuren van de Distress inkt allemaal wel mooi bij elkaar passen. Dit is de gewone Distress. Ik heb geen oxide. Die zijn een beetje krijtachtig. Maar die heb ik niet. En de laatste kleur is Seedless Preserves. En die doe ik weer van buiten naar binnen. Ik vind dat het einde van een kaart altijd wel een beetje een heftiger kleurtje mag hebben. Maar dat kun je natuurlijk ook helemaal zelf bepalen. Zo heb je eigenlijk heel gemakkelijk een hele mooie, leuke achtergrond. Pak die niet scherp, nee. Met heel veel kleurtjes. En wat ik dan leuk vind, is om hier nog een stencil overheen te doen. En dan
van die kant naar die kant de kleuren bewerken. Dus ik begin hier met paars en ik ga zo terug. Dan denk ik dat ik bij de hele lichte kleuren wel even een ander borsteltje neem. Want, nou, dan mag ik rood. Want ik denk, of ik begin gewoon weer met geel. Of paars zit er nog in. We gaan het gewoon uitproberen. Dan zie je ook, niet altijd lukt alles. En dat is ook helemaal niet erg. En dat hoeft ook helemaal niet. Dan ga ik gewoon kijken hoe het gaat. Geel. Knutselen is vooral leuk, hè. Het moet leuk zijn. Je moet er lol in hebben. En mij lukt ook lang niet altijd alles. Andere mensen leggen zo'n ding altijd vast. Ik niet. Ik hou niet van... van regeltjes. Dus, een oranje. Hoeft ook niet precies allemaal. Hè? Het gaat een beetje om het idee. Ik vond het gewoon het kleine en grote erg leuk. En om dan dat verloop te hebben van geel naar oranje en groot paars. Dat was de laatste. Groot, hè? Ja, goed. Normaal werk ik wat rustiger, hoor, maar ik wil de filmpjes niet al te lang laten duren. Voilà. Hier. Een kleur een beetje naar beneden, dat het vermengt. En ook een beetje naar boven, dat het wat lichter wordt. Dit is zo leuk om te doen. Voilà, rood. Blauw. Ja, ondersteboven doet hij niet zo goed. Als je een stencil gebruikt wat kleiner is dan je papier, moet je ook even opletten dat je niet naast het stencil gaat kleuren. Want dan krijg je zo'n afgebakende rand en dat is niet leuk. Dat is niet mooi. En zorg dat hij niet schuift. Yes. Heel simpel, heel snel en erg leuk. En dan kun je hier bovenop gaan werken met andere knutseldingetjes die je wil maken. Omdat dit de stress inkt is. Kun je er wat waterdruppels op doen. En deze dan eventjes laten intrekken. En afdeppen. En dan krijg je een druppeleffect. Omdat het distress is waar de inkt zat. Reageert het op water. En dan krijg je witte vlekjes. Dus, dat is deze. En dan wil ik iets laten zien met waterverf. Dit is Brusho, en ik kon mijn waterverf even niet vinden. Maar Brusho werkte precies hetzelfde als gewoon als waterverf. Dus je pakt een blaadje, geen gewoon blad, echt iets dikker papier pakken. Dus 300 gram of 185 gram is prima. Dan maak je je blaadje nat. En dan ga je heel simpel met je kwast, een beetje groter. Met je kwast in de kleur die je wil. En het enige wat je moet doen is aanstippen. Dus. Oh, dit even gemakkelijk. Blauw.
welke kleur waterverf dat je dan ook hebt. En ik hou ervan dat de rand nog een beetje wit is, dat je het echt een beetje centreert. Ik vind dat straks het mooiste effect geven. Even kijken, een beetje van de heftige kleurtjes vandaag. We nemen deze. Niet ergens van je blad afloopt. Hè? Het gaat erom dat je lekker bezig bent en dat je mooie dingen kunt maken. Gewoon met een kwastje en water. Ik zie dat mijn water net niet in beeld staat. Maar het is gewoon kraanwater. Verder geen rare dingen. En die zet je hier en daar aan. Als je het mooi vindt. Of zoals het verloopt. Of wat je wil. En dan. Of je laat het aan de lucht drogen. Dat doe ik altijd het liefste. Maar ja, dat gaat momenteel nog niet. Dus je pakt je hete luchtblazer. Op je föhn. En als het droogt, wordt het veel lichter. Je zou eventueel ook inkt kunnen oplossen en het zo doen met ecoline gaat hier ook heel mooi. Ik zal hem even stopzetten dat je geen 10 minuten film ziet. En als het droog is, dan krijg je dit effect. Ik vind het altijd erg leuk om in het midden nog op te stempelen. Ik werk natuurlijk graag met mixed media. Maar je kunt er alle kanten mee op. Makkelijke achtergrondjes. Leuk, kleurrijk. En voor beginners helemaal fijn om mee te beginnen. Dus, fijne dag!